Zo, dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Edi. Ik sta hier in Oegstgeest, daar woon ik. Ik ben op dit moment onderweg naar het werk. Ik werk in Den Haag, op 3 verschillende locaties kan dat zijn. En vandaag moet ik het verste weg. Ik ben ook ietsjes eerder vertrokken dan gemiddeld genomen. Ik ben vandaag voor het eerst onderweg met de opnieuw bestikkerde motor. Daar zijn wat meningen over, laten we het daar maar op noemen. Dan zal ik het zo formuleren. Ik vind het leuk. Ik hou ervan. Ik schitter graag zoals ik een woordgrapje op het forum had gemaakt. En dat is wat ik al zei. Ik hou ervan. Ik vind het leuk. Voor de mensen die mijn vorige korte filmpje niet hebben gezien van hoe die er op dit moment uitziet. Ik zal hem rechtsbovenin even plaatsen. En de kleur is, de reden van de kleur die ik heb gekozen is onder andere mijn handschoen. Dat kan je nu als goed is zien. Daar zit rood in. Mijn helm, daar zit ook een rood streepje in. Hij is voornamelijk oranje, maar er zit wel een rood streepje in. Ik moest even mijn dode hoekspiegel goed zetten. Maar goed, hij is ook rood. En het is oranje met rood. Mijn pak is oranje. Dat klopt allemaal net niet, jammer genoeg. Maar goed, ach, voorlopig doet het weer. En vandaar dus dat ik de strepen, die overigens erg aan het vervagen waren. Ik had voorheen had ik gele strepen erop zitten. Vond ik op zich ook heel mooi. Sterker nog, het werkte naar mijn idee. Perfect. Ik had voldoende bekijks. Ik viel in ieder geval op, ook 's nachts. En dat is precies ook de reden waar het mij om gaat, dames en heren. Het 's nachts rijden. Een van de twee ritten rijd ik bijna altijd wel in het donker. En ik rij gewoon werkverkeer. Dus ja, dus dat. Dat is de reden dat ik die strepen erop heb staan. Gewoon, het is een Honda. Ik kom niet vaak met pech te staan. Maar ja, het kan. En als het dan donker is, dan val ik liever gewoon wat beter op. En dat doen we onder andere met die strepen. Het werkt gewoon overduidelijk. Maar goed. Verder wil ik jullie wat vakantiedingetjes laten zien. Ik denk dat ik daar gewoon een los filmpje van ga maken. Ik ga even kijken hoe dat uitkomt met editen. Misschien hier even een teaser. Het was echt Zuid-Limburg. Jongens, wij hebben het heel erg naar ons zin gehad. Met wij bedoel ik Ellen en ik. We zijn even 3 dagen naar Zuid-Limburg gegaan. En dat was echt gewoon super. We hadden, daar weet ik veel, een route van 100 kilometer, pak een beet. En daar hebben we, ik weet niet, 5 uur over gedaan of zo. Dat was echt, het sloeg echt helemaal nergens op. Althans, wij hebben het gewoon naar ons zin gehad. We vonden het echt leuk. Alleen voor de gemiddelde motorrijder is dat gewoon veel te langzaam. Die willen door en die hebben zoiets. Bep, 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 bep. Nou, dat hadden wij niet. We hadden iets. Oh, kunnen hier even leuk staan. Leuk uitzicht enzovoort. Ja, dat deden we ook. We hebben echt gewoon genoten van de omgeving. We hebben echt super relaxed gereden. Maar goed, ik denk dat ik daar gewoon een los filmpje van ga maken. Dus ook deze video houden we gewoon lekker kort. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zou ik zeggen tot volgende week. Bedankt. Adieu. Oh, had je pasje gewoon wat af? Nee. Niet? Nee, die heb jij toch? Nee, die hebben we op jouw spullen gelegd. Echt niet? Echt, serieus. You're fucking with me, right? Zo. Dat is een leuk wegje.
Zeker. Je krijgt zo meteen een T-splitsing. Hier zo dus. Daar kun je misschien blokkeren. Hou hem maar rechts aan. Oh, kijk eens. Wat hebben we hier? Ja, daar is hem. Is dat hem? Dat is hem. Ja. Ah, check. Dank u, dank u, dank u, dank u. Ik was de camera vergeten aan te zetten, dames en heren. Oh, wauw. Oh, wauw. Jij ziet mijn tomtom niet. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, ja, oh. Oké, mijn reactie was misschien wat overdreven, maar... Jezus, maar dit is wel echt een miljard bol, hoe heet het? Miljard, ik word echt Prit Dekker, shit, hoe heet het nou? Ik zou even op je snelheid letten. Gaat ie? Vertelt over de binnenkant. Wat doe je? Er zit een vlieg in je neus. Hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? Nou, dan zal ik maar even die vlieg heel gauw uit je neus halen, want ik denk dat we er een paar leuke bochtjes bij krijgen.